Hallo en welkom bij Pols Monitor in Staf. Normaal gesproken zou ik vanaf deze plek of deze zolder eindejaars iets doen. Dit jaar is dat wat lastiger. Ik ben heel blij dat ik mijn werkbank alweer terug heb. Mijn soldeerbout, maar een heel groot deel ontbreekt nog. Dat zit nog in dozen. Ik ben inmiddels al wel een stukje verder. Met mijn hele baan. Nou, laat ik beginnen met deze stellage hier. Nog een klein lekje gevonden. Wat heel erg jammer is, want het zit precies bij mijn werkplek. En dit is mijn werkbank. Die staat nu aan de andere kant van de zolder. Dit is eigenlijk de achterkant van mijn baan altijd geweest. En waar nu het bureau en de printer staat. Daar had ik eigenlijk altijd mijn werkplek. Dat wordt ook mijn werkplek, maar dan wordt dat mijn kantoor. En aan deze kant hier komen nu de kasten met mijn plankje erin, zodat ik beter rondom de baan kan en toch nog meer ruimte overhoud. Hier ligt het stapeltje met dingen die ik nog wil gaan behandelen of had willen behandelen de afgelopen tijd. Dingen die gerepareerd moeten worden, dingen die leuk zijn dat ze binnen zijn gekomen. Leuke dingen. En ook dat zijn op zich wel leuke dingen. Dat komt nog allemaal. Ik moet eerst dus mijn treinen weer terug zien te vinden. Alle kasten zijn nog leeg. Alle opstelsporen zijn nog kapot. Nog niet opgebouwd. Die opstelsporen komen hier helemaal overheen onder die kast door. Daarachter via dat plankje naar de tweede kast. En dan komen ze achterin. Worden ze op de grote baan aangesloten. Wat nu kan, aangezien nu niet meer de bedoeling is dat het weer weggehaald wordt. Ik ben bezig met de verschillende sporen opnieuw vast te leggen, want deze tafels zijn hier dus blijven staan. Met als gevolg dat daar veel rotzooi op terecht gekomen is. Er is het een en ander verbogen geraakt. Ze zijn goed gebruikt. Maar om ze af te breken en van deze zolder af te halen, dat was helemaal geen doen. Dus het was een beetje gecalculeerd dat het misschien kapot zou gaan. De komende dagen ga ik deze hele buitenbaan die hier ligt vervangen. En daarna de hele binnenkant. Daar zo is al gedaan. Dus dan gaat het nog om de bok daar. Kom, scherp stellen. En de buitenkant. Ja, maar dat is nog een hele klus om ook alle wissels daar aan te gaan pakken. Ja, mijn werkplekje daar. Komt nog een ander bureau, dus eigenlijk wordt dat een hele wand van bureaus. Daarvoor moet ook al die troep nog weg. En daar staat nog zoveel spul beneden, wat allemaal nog naar boven moet. Dus ik kan dit jaar alleen maar een vooruitkijk filmpje gaan maken. Zoals de High Speed, waarvan ik nu denk dat ik hem helemaal compleet heb. Maar ik kon niet bij mijn spullen. Dus ik hoop dat ik goed genoteerd had wat ik al had. Net als deze om mijn ICK compleet te krijgen. Als die compleet is, ga ik hem neerzetten. Een stammetje. Exact erheen. Amsterdam Breda uit mijn hoofd. LSM. Hier, LSM. Wil ik nog iets mee gaan doen. Een apart vlammetje. Mystery doos. En ja, natuurlijk veel rijden met de baan. En nog wat werk wat daarvoor nodig is. Hier, deze heeft ook een tijd stilgelegen. Ga ik ook weer mee aan de gang dit jaar. De baanovergangen ga ik in ieder geval opnieuw maken. Zodat die beter passen. Misschien ook dat ze wat permanenter worden, want dat kan nu. Elektronica staat op het programma om
flink te updaten. Er zijn heel veel kabels los en ik heb geen idee meer hoe het allemaal vast zat. Dus dat is ook een leuke puzzel. En verlichting. Ik heb nu wel verlichting in de dakkapel, waar ik heel blij mee ben. Maar dit is nog steeds een donkere hoek, dus daar gaat verlichting komen. Hier moet nog iets met een plank, met een plaat, zodat ik daar weer opbergruimte heb. En dat moet ook maar weer passen met een deur. Ik heb nu een echte deur waar ik heel blij mee ben, in plaats van een dun hardboard dingetje. Meer stopcontacten. Nee, het gaat leuk worden. Als het uiteindelijk allemaal af is, goed is. Hier moet nog afgewerkt worden. Hiernaast moet nog afgewerkt worden. Er zit ook nog een lekkage. Maar hier ben ik wel heel blij mee. Dit is waar de oude balk zat. Hij zit nu hier. Dus ik kan er voortaan onder doorlopen. Hoeveel ik niet in de opnames geknipt heb. Omdat er een keiharde bonk en daarna een gevloek te horen was. Omdat ik weer een keer tegen de balk aan zat. Dus, werk aan de winkel. Helaas is nog niks moois. Ik hoop echt dat ik volgende week weer kan beginnen met reguliere opnames, reguliere afleveringen. Want het ligt al een tijdje stil, behalve wat buiten filmen. En ja, ik sta te popelen. Ik heb zoveel dingen te doen. Dus, bedankt voor het kijken. Mooi binnen de 8 minuten van de gemiddelde attention span van kijkers. Dus een gelukkig nieuwjaar. En tot snel.